Het districtscommissariaat Paramaribo Zuidwest is drukdoende de Trentsen in haar verzorgingsgebied op te halen. Deze werkzaamheden zijn van belang voor een schone omgeving en de functionering van de waterhuishouding. Op 30 oktober 2019 zijn de lozingen aan de Milassistraat in het resort Tamega aangepakt. U hoort districtsecretaris Marlon Velter over de werkzaamheden die onverkort worden voortgezet. Zoals u ziet zijn we bezig met de ophaalwerkzaamheden van de lozingen. In het kader van een goede ontwatering van geheel Paramaribo, maar laat me het zo zeggen, Zuidwest, want Noordoost doet zijn haar gedeelte, dus daarmee zijn we eigenlijk bezig. In eerste instantie zouden we de urgente lozingen ophalen, de lozingen die echt een dringende aanpak hadden, maar later heeft de DC gezegd, DC Grode, we gaan allemaal doen. Nu zijn we bezig in Tamega, resort Tamega, en in Latour. Dus eigenlijk gaan we al die resorten aandoen, maar welke resort nu volgt weet ik nog niet. Ik zie dat een van die werkers bezig is met het schoonmaken van die goten. En er zijn planten aan de kant gezet geworden of ja, op ze gereden. Worden die mensen vergoed daarvoor? Nee, de wet zegt, de berm is nog steeds van de overheid. Voor jouw huis of tegenover je woning en zo, kan je mooi verfraaien of ja, onderhouden. Maar als er een beroep op je wordt gedaan, bijvoorbeeld er werkzaamheden verricht zullen worden. Dus als er plantjes zijn, moet ik zeggen sorry daarvoor, maar dat werk moet gedaan worden. Ik zou zo graag willen vragen om hun lozingen voor hun deur op tijd schoon te maken. Niet met petflessen gooien, want ja, zo alleen krijg je een heleboel verstoppingen. Als we bezig zijn met het ophalen, graag geen vulgaire taal gebruiken naar die bestuursambtenaren die toezicht houden, want dat krijgen we vaak. En het is ook een beetje lastig voor ze. Maar ja, dat is ons werk eenmaal. We moeten alles kunnen incasseren en zo. Maar dat wil ik ze vragen.